Goedemorgen allemaal. Het is nu zondagochtend en ik heb lekker geslapen. Er werd vannacht wel echt superveel gezongen of zo buiten, waardoor ik echt om 4:30 al wakker was en echt niet kon slapen een tijdje. En Laura kon ook niet slapen, dus we waren echt allebei zo wakker van, ah, wat gebeurt er? Maar uiteindelijk wel goed kunnen slapen en ik heb mijn was mee. Kijk, ik ga even de was doen. Zo, die gaat weer beginnen. En ik heb vandaag best wel een drukke planning. Maar ja, het regent best wel hard. Kun je dit zien? Wow. Oh jeetje. Dat is niet best. Mijn dag bestaat sowieso uit alles leren. Wat ik heb tot nu toe dus samenvatting gemaakt van de stof van het tentamen wat ik... En ik heb een kaartjes gemaakt. Ik wil vandaag alle kaartjes uit mijn hoofd gaan leren. En ik kan het morgen toch wel een beetje herhalen. Maar het moet ik wel echt flink wat doen. Dus ik moet wel echt een goede planning maken. En ik heb net de was erin gedaan. En ik wil ook nog even gaan sporten vandaag. En ik ga nog eten met vrienden. Dus ik moet echt even goed plannen. Want leren is natuurlijk wel belangrijk. En sporten ook. Dus dat. Oké. Hey allemaal, ik zit inmiddels op de 19e verdieping van mijn flatgebouw. Ik woon zelf op de 17e, dus ik hoef steeds maar 2 verdiepingen door de trap. En ik zit in een samenwerkingsruimte, want ik wilde even voor mezelf die kaartjes dus gaan leren. Ik heb dus allemaal van dit soort kaartjes gemaakt. Met het begrip en dan betekenis, dus ik wil mezelf even gaan overhoren. Dus dat ga ik de komende paar uurtjes even doen. Ik ben inmiddels op de helft met leren. Ik loop wel een beetje uit, want ik moest nog even mijn was opvouwen en zo. Dus ik loop niet meer helemaal op schema, maar ik had sowieso nog een uurtje om wat uit te lopen. Dus dat is prima. Het is nu 12 uur geweest en ik begin een beetje trek te krijgen. En ik heb nog dit stukje taart over van de Cheesecake Factory. Het is nog best veel, dus... Het ziet er niet meer zo lekker uit als het eerst uitzag, maar dat ga ik nu even doen. En ik had het nu even opeten, zin in. En ik had nog even dit planningje gemaakt. Dus het gaat goed. Ik vind het heel motiverend om te zien wat ik nog moet doen en wat ik al af heb. Dus ik ga mijn best doen. Die jongens, dat is straks. Hey allemaal. Ik heb net mijn planning afgemaakt. Mijn planning afgemaakt. Ik heb mijn leren afgemaakt. Ik ben best wel tevreden erover. Ik moet nog wel echt even goed herhalen. Maar wat ik nu heb gedaan is ook wel best veel. Dus chill. En ik ga nu even wat eten. En ik ga daarna sporten. Dus dat is goed. Hallo allemaal. Ik ben onderweg naar de gym. Ik heb nog wel even een paar uurtjes... op mijn kamer gezeten. Ik heb even een salade gemaakt als lunch met het pesto en ik heb nu echt al mijn groentes opgemaakt, want ik ga straks ook even boodschappen doen, de sportschool is al redelijk onderweg naar de supermarkt, dus dat ga ik even mooi combineren, weet je, boeien, dan ben ik maar een beetje bezweet bij de sportschool of bij de supermarkt. Ik voel me wel echt een beetje wazig in mijn hoofd van dat leren en stilzitten en het felle licht is ook best wel, ik zie een beetje wazig, maar dat komt gewoon omdat ik te lang heb gestudeerd, denk ik. Ik ben de hele dag bezig en dan word je echt een beetje passief in je hoofd, denk ik. Dus het is wel goed dat ik nu even een stukje ga wandelen en zo even ga bewegen. Dus daar heb ik heel veel zin in en ik neem jullie mee. Ik ben weer klaar, chill. Hey allemaal, ik ben net thuis van boodschapjes doen. Het duurde zoals gewoonlijk weer echt meer dan een uur dat ik er binnen was. Maar ik heb wel weer allemaal lekkere dingen gehaald. Even kijken. Ik heb hier om te beginnen allemaal fruit gekocht wat in de aanbieding was. Je ziet dat gele stickertje. Dat betekent dat het best wel rijp is. En dat ik het wel binnenkort moet opeten. Maar daardoor is het ook een stuk goedkoper dan normaal. Dus kiwi, citroenen, tomaat, mandarijn. Dit is volgens mij een soort miniola. Dus dat is chill. Paprika en... Dit zijn champignonnetjes. Die moet je volgens mij gewoon bakken. Dus ik heb geen idee hoe je dit lekker klaarmaakt. Maar ik gooi het gewoon door mijn noedels heen. En ik heb dan hier wortelen
gekocht. En broccoli. En bananen ook in de aanbieding. Want die zijn ook best wel rijp al. Maar ja, ik gooi ze gewoon in de koelkast. Dus dat blijft ze wel langer goed. Komkommertjes. Ik heb ervoor gekozen om geen salade of sla mee te nemen. Want dat, maar ik merkte dat ik dat eigenlijk niet opeet. Ik heb dit als een beetje een gezonde snack. Wat is dit? Abrikoos. Gedroogde abrikoos. En dit voor door de havermout. Gochi bezen. Van die noedelnestjes. En mijn havermout is alweer op. Dus ik heb gewoon dezelfde gehaald die ik al heb hier. En ik koop altijd deze havermelk. Dit is dan 3 voor de prijs van 2. Ze zijn best duur. Normaal zijn ze 3 euro per stuk. En nu dan de derde gratis. Dus dan heb ik 6 euro voor 3 pakken gekocht. Ja, 6 euro voor 3 pakken. Ik heb nog een gekke... Wat is dit? Een aubergine. Nina had dit laatst klaargemaakt. Volgens mij is dit wel lekker. En het is ook niet zo duur. Dus chill. Nog crackertjes. Die waren wel bevallen vorige keer. En eitjes. Pesto. Ja, dat was het. Dat was wel weer echt veel naar huis sjouwen. Vooral die pakkenmelk. Maar ja, zin in om wat lekkers klaar te maken. Zo, we zijn aan het koken. Ik heb hier een soort prutje gemaakt met tonijn. En die aubergine en bonen. En ik heb hier... best veel noedels, maar ik ga het ook even in een bakje doen. Ik denk dat ik er nog wel 3 keer van kan eten. Dus ja, zin in. Hey, ik heb net lekker gegeten met Lau en Lau. En ik heb even een kopje thee gezet. En ik ga nu eventjes een beetje chillen. Dus misschien... ja, oh nee. Ik heb de vlog van gisteren al bewerkt. Nee, ik ga gewoon even chillen. Dus ik zie jullie later. Hey, ik ga de vlog afsluiten, jongens. Nog een hele fijne... avond en leuk. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Slaap lekker. Doeg!